Welkom bij deze screencast over de giratiestraal van een balk. Hier is een balk getekend en stel dat we een y-as hebben die door het zwaartepunt van de balk gaat. Hier komt hij zeg maar dwars eruit. Daar gaat hij zeg maar zo die kant op. En die balk die draait eigenlijk om deze as heen. Hè? Zo, nou, hij kantelt naar voren en hij gaat zeg maar zo. Eigenlijk zouden we een giratiestraal willen hebben. Wat is dat nou? Dat is zeg maar een denkbeeldige straal. Zo. Om die y-as. Waar denkbeeldig dan de massa gecentreerd zit. Die willen we eigenlijk weten. Nou, in het vorige filmpje hadden we al gezien dat het traagheidsmoment is i is m maal r kwadraat. Daar moeten we. Wat hadden we gedaan? We hadden zeg maar die schijf. Of die balk hadden we in allemaal schijfjes verdeeld, dunne schijfjes, met een oppervlakte A hier. En van elk schijfje hadden we het traagheidsmoment berekend. Nou, daar kwam uiteindelijk uit. Het traagheidsmoment van de balk was 1 twaalfde rho keer A keer L tot de derde. Ten opzichte van die y-as. En dit is de y-as. Zo. Goed. Als we de giratiestraal willen breken, dan kunnen we die bovenste formule weer pakken. Kijk maar, i is m r kwadraat. Die i gaan we daar invullen. Dus dan krijg ik 1 twaalfde keer rho keer a keer l tot de derde is m r kwadraat. Maar we weten ook dat de massa is eigenlijk rho keer a keer l en dan keer r kwadraat weer. Hè. En volume keer de dichtheid. Laat ik dat eens invullen. Kijk, 1 twaalfde keer rho keer a keer l tot de derde is rho keer a keer l keer r kwadraat. Nou, die r wil ik graag weten, dus het gaat me om die variabelen. Dan ga ik eens kijken of ik wat weg kan strepen. Jawel, die rho kan weg, die a kan weg. Ik streep een l tot de macht 1 weg en dan wordt dit l tot de macht 2. Zie je? De laatste is misschien niet helemaal duidelijk, dus dit wordt een 2. Zo. En dan krijg je uiteindelijk 1 twaalfde. L kwadraat is r kwadraat. Oftewel, r is de wortel van l kwadraat gedeeld door 12. Kun je ook zeggen, oh, dat is de lengte gedeeld door de wortel van 12. En dan heb je eigenlijk de giratiestraal van een balk. Dan is het leuk om hem even toe te passen. Nou, toepassingen gebruiken we even de MA Maersk groot containerschip. Zo. En brug van de MA Maersk. Containers achterop en containers voorop. Even netjes. Zo, allemaal containers. En voorop ook allemaal containers. Nou, je kan natuurlijk dat containerschip kun je natuurlijk, daar kun je denkbeeldig een balk doorheen denken. En we weten van die MA Maersk, ze heeft een lengte van 397 meter en een diepgang, zeg maar de diepgang is, nou pak een beet 16 meter. Nou, dan kunnen we daar wel iets mee doen. Dan zeggen we, oh, de giratiestraal van de MA Maersk. Dus als ik zeg maar hier denkbeeldig die y-as heb, dan krijg ik een giratiestraal door dat schip. En dat is natuurlijk voor die pitchbeweging, hè, de stampbeweging. Het schip gaat dan zeg maar zo bewegen. En die is gelijk aan, nou vul ik hem in, r is dan 397 gedeeld door de wortel van 12. En dat wordt dan 114,6, zeg maar, 115 meter. Als even kijken, even voor het idee, hè. Een halve scheepslengte is 200 meter. Oh, en dan zit die giratiestraal net even voorbij de helft. Nou, dat zou inderdaad kunnen. Oké, bedankt voor het kijken naar deze screencast.